52. Die is van Nigel Ebben. Dan zien we Rijn Brakel die daar net onderuit ging. En die vierde plaats, die is een hele belangrijke vierde plaats. Die richt heeft op die halve finale. Die gaat naar de 302 van Dijn Aarts. Carlos van Hees, die is hier als eerste vertrokken. Carlos van Hees, de man met 2,56 van de Wiels uit Veghel. Hij gaat hier in de leiding in die 13-jarige Porsche kwartfinale. Dan zien we Brian van Ewijk hier op de fiets. Net heel erg vervelend onderuit. Maar nu zit hij lekker mee op die tweede plaats. De man in de blauw die gaat de volgende op met 3,74. Brian Markmakers. En dan zien we de man met 5,92 uit Veldhoven vandaan op die vierde plaats. Ronny Verwijst. Wessel van Dijk, die zit hier aan de binnenkant, maar aan de buitenkant is een man sneller bij Gocht. Die gaat kijken naar Custom Dirks.